Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Voor de komende 2 weken is dit even de laatste video. Even bezigheden elders, vandaar dat ik geen tijd heb om meer video's te maken dan deze video. Maar goed, op zich is dat ook niet zo erg, want ik heb al eerder gezegd, af en toe heb ik het moeilijk met een nieuw onderwerp op tafel te brengen wat we willen maken. En ik heb altijd gezegd, ik maak geen video's om de video. De video moet wel iets vertellen. Nou, het eerste wat ik vandaag wil vertellen is eigenlijk dat ik mijn abonnees van het YouTube kanaal wil bedanken. Ik had nooit gedacht, een goede 2 jaar, 2,5 jaar geleden toen ik begon met lasergraveren, dat dit kanaal uiteindelijk ruim 600 abonnees zou hebben. Natuurlijk, ik had toen al een kanaal dat ging over 3D printen. En een heel klein beetje over wat andere thema's als CNC frezen. Lasergraveren is een heel groot onderdeel daarvan geworden, omdat dat eigenlijk hetgeen is wat ik het meeste doe op dit ogenblik. Meer dan 600 abonnees en die mensen wil ik eigenlijk vanaf hier allemaal enorm bedanken. Het is de drijfveer waarom ik ermee doorga. Want soms denk ik wel eens van ja, ik maak zoveel video's, ik weet niet meer waar ik het over moet hebben. Misschien moet je gewoon stoppen. Maar nee, ik weet dat er heel veel mensen zijn die vragen hebben over lasergraveren. Vragen hebben over de dingen die ik maak en die ik doe. En soms worden die vragen ook naar mij doorgesluist. En ik zal dan altijd ook proberen ja, dat te beantwoorden. En dus is de drijfveer ook het aantal abonnees van mijn YouTube kanaal. Had ik dit kanaal in het Engels of Amerikaans gedaan, had ik misschien wel 10.000 of 15.000 volgers gehad. Ik heb daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. De simpele reden dat ik weet dat er heel veel mensen in ons land zijn die toch niet voldoende kennis hebben van de Engelse taal, om zeg maar dat soort video's echt goed te volgen. Dat is geen verwijt aan die mensen, dat heeft alles te maken met leeftijd en dat soort zaken meer. Want het is ook zo dat deze hobby's vaak gedaan worden door mensen die al wat ouder zijn, die wat tijd krijgen en die creatief willen gaan worden. Dat is de reden waarom ik het in het Nederlands doe. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik eigenlijk ontzettend trots op meer dan 600 volgers, want wij zijn maar een heel klein landje met heel weinig inwoners, als je dat vergelijkt met een land als Amerika. En dan is het ook nog zo dat als je het in het Engels doet, dat je dan niet alleen de mensen uit Amerika trekt, maar uit allerlei landen die Engels spreken. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen ter wereld. Dank je dus voor het feit dat u er bent, want u bent degene die mijn kanaal draaiende houdt. Niet financieel, want dat hoef ik niet, dat wil ik niet, maar simpelweg omdat u er bent. De video van vandaag gaat over een materiaal en ik heb daar wat video's over zitten kijken, met name in combinatie met een diodelaser. Want ik heb nu eenmaal diodelasers, ik heb eigenlijk niet de centen en de ruimte voor een CO2-laser. En ik zie overal video's en iedereen roept het kan niet en je kunt het niet laseren en dat soort dingen meer. Nou stammen die video's vaak uit het tijdperk van mijn eerste laser, mijn Ortho Laser Master 2, de 15 watt versie. En dat is in werkelijkheid dus maar tussen de 3,5 en 4,5 watt zeg maar. En ik snap dat dan datgene wat ik daar vandaag ga doen niet mee werkt. Maar ik heb het getest. En wat ik ga laten zien vandaag, dit werkt. Het is wel zo dat er ja, wat haken en ogen aan zitten. Wat gaan we doen? Laat ik dat eerst eens zeggen. We gaan vandaag, kijk dit materiaal, we gaan dit doen. We gaan marmer laseren. Nou is marmer, dat zou je niet zeggen, hè, omdat je er ook tabletop van maakt in je keuken. Hè, keukenblad zeg maar. Is eigenlijk een heel zacht materiaal. Ja, het is hartstikke zwaar. Als je tegen de kop aangegooid krijgt, dan weet ik niet of je het overleeft, maar het is wel een heel zacht materiaal. Het is dus laserbaar. Sterker nog, ik heb dat geprobeerd. Simpelweg een tekst op de achterzijde van zo'n plaatje, zoals ik dat hier net liet zien. Wel een keer of 5 eroverheen, zeg maar. Maar dan krijg je echt een hele diepe gravure die misschien wel 3 mm diep is. Dat is niet te filmen, hoe diep dat is. Dat was natuurlijk te diep. Had alles te maken met het feit dat ik die 5 keer niet had hoeven doen. Dus ik ben overgeschakeld naar iets wat ik 2 keer gedaan heb. En toen dacht ik, weet je, ik ga het nog slimmer doen. Ik ga tape over het marmer doen. Ook dat had ik gezien.
tape eroverheen. Ik ga er iets op laseren. Vervolgens spuit ik het in met blanke lak. Waarom? Om datgene wat je dan gelezen hebt, want die tape die maskeert de rest natuurlijk, te sealen, om dat dicht te sealen. Want het is zacht materiaal en zacht materiaal zal uiteindelijk verf opnemen. Toen heb ik het ingespreid met zwarte verf. Prachtige afdruk, alleen één groot nadeel. Doordat zeg maar, die painters tape toch wat verf had doorgelaten, moest ik gaan schoonmaken. En dat heeft eigenlijk het marmer helemaal verknald. Dus de bovenlaag was niet meer wit zoals bij deze blanke plaat nog. Maar die was een beetje zwartig. En die heb ik wel voor een deel kunnen schoonmaken. Maar uiteindelijk bleef je dat toch zien. En daar ging het uiteindelijk om. Ik wilde weten of ik dit kon laseren, ja of nee. En dat kon dus. Ja. Vraag is alleen, het is wit marmer. Ga je dat dan mooi zien, ja of nee? Nou, dat gaan we natuurlijk proberen. Ik ga deze dus niet schilderen weer. Want als ik dat ga doen, dan krijg ik hetzelfde probleem. En dan is me eigenlijk het mooie van marmer weg. Hè? Want marmer is gewoon mooi. Is mooi wit, glanzend enzovoorts. En dat wil ik natuurlijk behouden. Dus ik ga niet opnieuw met paint hier overheen. Dat is me net even iets te gek. Wat ik ga doen, ik ga het laseren. En ik ga kijken hoe het eruit komt te zien als ik hier een lichte afdruk in maak. Niet te diep. Dus ik ga er zeker geen 5 keer overheen. Ik schat gewoon in 2 keer. En dan gaan we zien wat het resultaat is van als we gaan laseren op marmer. Waarschuwing vooraf. Dit geldt natuurlijk niet voor elke laser. Mijn laser is een 10 watt laser. En dat is uitgangsspanning. Dus dat is meer dan het dubbele dan mijn vorige laser heeft, zeg maar. Hebt u nou een 5 watt laser, kan ik u niet garanderen of dit ook voor u gaat werken, ja of nee. Heeft u een 20 watt laser, want die heb ik ook onder mijn abonnees zitten, dat weet ik. Dat gaat ongetwijfeld wel lukken. Hè? En moet je zelfs misschien wel oppassen dat je niet te diep wilt, ja of nee. We gaan kijken. We gaan het zien. Maar ik kan u alvast vertellen, dit is laserbaar met een diode laser. Dat kan ik u vertellen. Ik zou eigenlijk ook op zwart moeten proberen. Maar ik heb op dit moment geen zwart marmer liggen. Kan ik wel aankomen voor mensen uit Nederland. Action. Trouwens in België ook natuurlijk. Want België heeft ook Action. Action heeft deze dingen. 4 euro voor 4 van deze onderzetters. Dopjes voor op de tafel. 4 euro het stuk. Ik vind persoonlijk wit, maar het is wat kitschy vind ik persoonlijk. Maar als het gelezen zou zijn, kan het wel eens ongelooflijk mooi zijn. En dan denk ik er toch weer anders over. Zou het dus ook met zwart moeten doen. Ze hebben ook een zwarte versie hiervan. Wie weet, ik ga het eerst op wit proberen. Veel plezier met de video. En nogmaals dank voor het feit dat u abonnee bent op mijn kanaal. Dag. Zo lieve mensen, we gaan beginnen met het laseren van het marmer. Het heeft een paar tests nodig gehad om de juiste settings te vinden. Ik ga het doen met 200 mm per minuut en 95% power en 2 passes. Belangrijk is hierbij wel dat ik ervoor gekozen heb om een lijnafbeelding te gebruiken en niet een vul of een afbeelding. Omdat die in de laatste twee gevallen, zeg maar, horizontale of verticale lijnen maakt, terwijl die nu echt de lijn gaat volgen. En dat is zeker gezien de hardheid van marmer toch beter om te doen. Ander dingetje is dat sinds ik begonnen ben met dit project 2 updates maar liefst uit zijn gekomen van Lightburn 1.4.02 en .03. In beide gevallen gaat er geen video van komen. Het betreft hoofdzakelijk bugfixes, al zeker de laatste, want er ging dus iets mis klaarblijkelijk. Vandaar dat ze een dag later alweer met een nieuwe update uitkwamen. Maar het zijn dus bugfixes, eigenlijk geen vernieuwingen, zeker niet voor ons als diodelasergebruikers. Nou, vandaar geen video's, maar wel 2 updates, zult u merken als u Lightburn opstart. We gaan beginnen en we gaan kijken of we deze afbeelding hier keurig op ons marmer krijgen. Nou, naast het focussen natuurlijk zorgen dat de afbeelding keurig op onze onderzetter terecht komt, dat doen we met de kaderfunctie in Lightburn. En dat heb ik inmiddels gedaan. Dus ik kan gaan beginnen. Ik heb de afzuiging aangezet op 30%. Om een beetje te zorgen dat er wat afgezogen wordt. En er zit geen air assist. Dat heeft helemaal geen zin op dit moment. Ik ga beginnen. We gaan zometeen het resultaat te zien krijgen van het laseren op wit marmer.
Lieve vrienden, hier is het eindresultaat. Dat bruin is ongetwijfeld brandvlekken. Het kan ook te maken hebben met het soort marmer wat wordt gebruikt. Dit is vrij goedkoop marmer wat van de Action afkomt. Maar die bruine afdruk is wel een fraaie afdruk. De zwarte vlekken die je ziet, dat zit in het marmer in dit geval. Daar kun je dus weinig of niets aan doen. Ik heb ook geprobeerd om dit te doen zonder die bruine vlekken, maar dan krijg je simpelweg geen afdruk in je marmer. Wat ik ook zeker niet zou doen, maar dat had ik al verteld in de intro, is hem met schilderstape afplakken. Dan blanke lak gebruiken om hem te sealen. Vervolgens zwarte lak om het in te kleuren, want dan ga je echt je marmer naar de knoppen helpen. Dan moet je echt een tape gebruiken wat absoluut geen, verf doorlaat. Maar dat mag dan ook weer niet giftig zijn als je het gaat gebruiken, omdat het natuurlijk uitgelezen wordt. Ik denk dat ik hiermee duidelijk aangetoond heb dat met een diodelaser wel degelijk marmer te laseren is. Is het mooi? Ja, dat is aan degene die het maakt of die het wel of niet mooi vindt, niet aan mij. Ik hoop dat u deze video leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.